spreek ik toch meestal over dark tourism. En er is de laatste jaren, de laatste 10 jaar, heel veel belangstelling voor het onderwerp. Ook in de academische wereld, op verschillende universiteiten, in Nederland en daarbuiten. Met name ook in Engeland, kan ik zeggen. En zelfs in Afrika bij universiteiten kom je belangstelling voor dit onderwerp tegen. En het wordt eigenlijk een beetje gepresenteerd als een tamelijk recent fenomeen. En ik betwijfel dat. Volgens mij is het eigenlijk al een veel ouder fenomeen. Want als je echt goed in de geschiedenis teruggaat, dan kom je inderdaad heel veel verschillende voorbeelden daarvan tegen. Wat ik vandaag met jullie wil bespreken is eerst een stukje geschiedenis over dark tourism. Waar praten we over? Wat zijn het voor verschillende vormen van dark tourism die je eventueel zou kunnen herkennen? Het tweede gedeelte gaat dan meer over de academische benaderingen. Wat voor onderzoek zijn er gedaan? Wat voor definities worden er gehanteerd? En tenslotte gaan we natuurlijk ook nog eventjes kijken naar de reismogelijkheden. Want we praten tenslotte wel over toerisme. En als je over toerisme praat, dan praat je over op reis gaan. Nou, voorlopig zullen de meeste mensen niet al te ver op reis gaan, hoewel de versoepelingen eraan zijn te komen. Maar ik verwacht in de toekomst toch wel dat er wat meer gereisd zal worden. Even mijn eigen belangstelling voor het onderwerp. Dat is niet echt uit de lucht komen vallen. Ik heb een boek geschreven over dark tourism. Dat heet Dark Tourism, de dood achterna. Het kan helaas niet meer geleverd worden. Helemaal uitverkocht, alle 1000 exemplaren. Nou ja, daar word je verder niet rijk van, maar het was gewoon erg leuk om te doen. Maar mijn belangstelling voor het onderwerp gaat eigenlijk terug tot de tijd dat ik reisleider was voor Nederlandse, Duitse en Amerikaanse groepen. Op heel veel verschillende plekken kwam in de wereld. Onder meer in Wenen en Parijs, maar ook in Indië en Indonesië. En af en toe werd ik door mijn klanten, mijn gasten, aangesproken op het feit dat ze misschien wel eens een keer ergens anders heen wilden dan weer naar de Eiffeltoren of weer naar de Arc de Triomphe of naar het Prater in Wenen. En deze mensen die hadden een bijzondere belangstelling voor begraafplaatsen. Zo ben ik met een van mijn gasten naar het Centraalfriedhof in Wenen geweest, waar heel veel beroemde componisten begraven liggen. En een andere toerist die wilde graag in Parijs naar Père Lachaise. En ik kende de hele begraafplaats toen de tijd nog niet, maar ook dat is een soort van tentoonstelling van beroemdheden die daar begraven zijn. En deze dame wilde graag het graf bewonderen van Jim Morrison, zanger van de Doors, nou, in de 70er jaren een fenomeen. En dat is een plek die nog steeds bezocht wordt. Verder merkte ik ook tijdens het begeleiden van reizen naar India en Indonesië dat sommige locaties echt helemaal gefocust zijn op dood, of op crematie, of op rituelen die daar omheen hangen. Ik zal daar straks ook wat voorbeelden van laten zien. En ik vond het eigenlijk vreemd dat het concept van vakantie ergens in verband wordt gebracht met dood en lijden en dingen eigenlijk die je het liefste buiten de deur houdt. Die tegenstelling tussen het leuke van vakantie en toch die belangstelling voor de dood, dat was een beetje mijn trigger. Ik ben eigenlijk nieuwsgierig waarom mensen daarin geïnteresseerd zijn. En natuurlijk, hoe meer je je daarmee gaat bezighouden, hoe meer dingen je te weten komt en hoe meer opvallende zaken die gerelateerd kunnen worden aan dark tourism mijn aandacht hebben getrokken. Verder heb ik tijdens mijn jaren in Holland ook de mogelijkheden gehad om een promotietraject te starten. Ik heb dat gedaan bij London South Bank University. En daar kwam ik weer in contact met andere academici, waaronder Philip Stone. En samen met hem hebben we het Instituut voor Dark Tourism Research opgezet. En dat bestaat nog steeds en dat helpt ook studenten met het maken van scripties en het doen van onderzoek. Dus ik blijf ook na mijn pensioen nog steeds met dark tourism bezig. We gaan een beetje op reis. Ik ga even beginnen met een foto die eigenlijk niets te maken heeft voor de meeste mensen met dark tourism. Dit zijn natuurlijk de beroemde piramiden van Egypte, van Gizeh, net even buiten Cairo. Gebouwd zo'n 2500 jaar voor het begin van onze jaartelling. En de meeste mensen die naar Egypte gaan en die piramide gaan bezoeken, die hebben belangstelling voor Egypte, voor de cultuur, voor de geschiedenis van Egypte. En ik zou deze mensen niet zonder meer dark tourists willen noemen. Hè. Maar als je heel eerlijk bent, kijk je natuurlijk wel naar grafmonumenten. Hè. Dit zijn de graven, of de grafmonumenten, waarin de farao's begraven werden. En sowieso in Egypte draait het natuurlijk bij heel veel van de archeologische vondsten om dingen die gerelateerd kunnen worden aan de dood. Hè. Denk ook aan de koningsgraven bij Luxor. Dus eigenlijk zie je dat die belangstelling voor monumenten die met de dood te maken hebben al veel ouder is. Hè, de bekende schrijver Herodotus had het ook al over deze monumenten. En een van zijn volgelingen noemde die monumenten benoemde ze zelfs tot een van de 7 wereldwonderen. En dus die belangstelling voor dingen die met de dood te maken hebben, die is eigenlijk al wat ouder en niet alleen iets van de 19e, 20e of 21e eeuw.
Ook buiten Europa vind je daarvoor voorbeelden. Dit is natuurlijk een wereldberoemd gebouw. Een van de moderne wereldwonderen, mag je wel zeggen. Dit is de Taj Mahal in India, bij de plaats Agra. En aan de oevers van de rivier de Yamuna. En dit is ook een grafmonument. Hè. Heel veel mensen denken, als ze het gebouw zien, van het is een moskee of het is een paleis. Maar het is door een van de Mughal-keizers opgericht voor zijn vrouw. Toen zij plotseling overleed, was hij zwaar verdrietig. En hij wilde een monument van liefde creëren. En dat is die beroemde Taj Mahal geworden. Het idee was dat er aan de overkant van de rivier een identiek monument in zwart marmer zou komen, waar hij dan zelf in begraven zou worden. Maar zijn zoon is er met het geld van doorgegaan, dus dat tweede monument dat is nooit gerealiseerd. En inmiddels is hij dus samen met zijn vrouw ook in dit monument begraven. Als je daar binnen loopt, dan zie je die tombes van de sultan en zijn sultana daar liggen. Dus ook hier weer een voorbeeld van een gebouw wat heel veel de aandacht trekt, maar eigenlijk hebben we ook hier te maken met een grafmonument en dus met iets wat direct in verband staat met de dood. Nou, als we praten over dark tourism, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat het een soort van cultureel toerisme is. En misschien is het ook wel geschiedkundig of historisch toerisme. En als je praat over Egypte en locaties in Rome, denk aan het Colosseum bijvoorbeeld, dan is er misschien zelfs wel sprake van archeologisch toerisme. Maar je ziet ook bij sommige mensen dat er sprake is van bucketlist toerisme. Die gaan naar allerlei plekken die bijzonder zijn. Daarvan zullen we straks even een voorbeeld laten zien. Plaatsen die plotseling in de aandacht zijn gekomen vanwege gebeurtenissen, daar willen ze naartoe. En je ziet dus inderdaad heel veel toeristen die met een soort van lijstje in de hand de wereld afstruinen om dat allemaal af te strepen. En dat is dan zeg maar het bucketlist toerisme. Eerlijk gezegd maak ik mezelf daar ook wel een beetje schuldig aan, want ik wil natuurlijk heel veel plekken zien die met dark tourism te maken hebben. En nou ja, het gebeurt nou eenmaal. Ten slotte denk ik dat je dark tourism ook in verband kunt brengen met pelgrimstochten, met pelgrimages. Ook daarvan straks een paar voorbeelden. Maar als je ook weer gaat kijken naar de geschiedenis, dan zie je dat heel veel plekken die beroemde pelgrimsplekken zijn geworden. Jeruzalem, Santiago de Compostela en noem het maar op. Dat zijn plekken waar ook restanten van heiligen of martelaren te vinden zijn. En vaak zijn ook onderdelen van die lichamen nog te bewonderen. Nou, dark tourism. Ja, voor heel veel mensen wordt het meteen in verband gebracht met begraafplaatsen. Mooi plaatje hier uit Engeland. In Londen heb je een zevental begraafplaatsen. Die zichzelf ook heel prominent presenteren als de Magnificent Seven. En daar kun je ook een rondleiding krijgen. En deze begraafplaatsen die ga je dan niet bezoeken zo tijdens de schemering. Dat is niet de bedoeling. Het soort toerisme dat in de schemering hierop afkomt, dat is toch meer een ander soort toerisme dan het dark tourism waar ik het over wil hebben. Dan moet je vooral denken aan mensen die in de god-atmosfeer zitten. En die vinden dat spannend om dan hier rond te lopen en misschien nog wel een vampier tegen het lijf te lopen. Nou, dat is dus niet waar het bij dark tourism om gaat. Maar het bezoeken van begraafplaatsen vind ik altijd wel een erg leuke manier om een cultuur te leren kennen. Zoals men omgaat met zijn kinderen, zoals men omgaat met zijn ouderen, zoals men omgaat met de dood. Het vertelt iets over een cultuur en de grafmonumenten helpen je dan ook om een cultuur beter te begrijpen. Nou, we laten even een paar plaatjes zien van plekken die we genoemd hebben. Dit is het graf van Jim Morrison. Er staat inmiddels een hekje omheen, want het werd af en toe toch wel heel erg druk op dat Père Lachaise in Parijs. En het gekke was dat sommige fans van Jim Morrison, die komen op deze begraafplaats, maar die hebben de man nooit ontmoet. Hij is in de 70er jaren volgens mij uit het raam gevallen in Parijs na een overdosis. Maar zijn muziek spreekt nog steeds tot de verbeelding. En je kwam heel veel, vaak ook jongere toeristen tegen, die flessen wijn en whisky leeggooiden op het graf, of er een joint rookte, of daar een joint neerlegde, of daar de muziek van het doorspelen. Nou, dat was natuurlijk niet het soort publiek wat de begraafplaats wilde hebben. Maar het grappige is dat deze begraafplaats, Père Lachaise, al heel vroeg aan een soort van marketing deed. Een van de eerste beheerders zorgde ervoor dat beroemde Fransen op deze begraafplaats werden begraven. Want hoe meer beroemdheden er lagen, hoe meer andere mensen er ook begraven wilden worden. Nou, en daarmee is Père Lachaise denk ik een schoolvoorbeeld geworden van dit funeraire toerisme of het dark tourism. En datzelfde kan je ook zeggen voor Highgate in Londen. Daar is Karl Marx begraven. En ook dat is nou weer typisch zo'n voorbeeld van iemand die tot de verbeelding spreekt. Je kunt Karl Marx niet meer live ontmoeten, dat is duidelijk. Je kunt nog wel zijn boeken lezen natuurlijk. Ik weet niet of de meeste mensen daar zin in hebben. Maar het is natuurlijk wel interessant om eens te kijken van waar de man nou eenmaal begraven is. Hè? Wat is zijn laatste rustplaats?
En je komt ook heel veel verschillende soorten toeristen hier tegen. Mensen die nog steeds fan zijn van Karl Marx. Maar je komt ook mensen tegen die absoluut geen fan zijn van Karl Marx. En af en toe dan wordt ook het monument van Marx beklad. En voor mij was het ook een plek om naartoe te gaan vanwege mijn interesse in dark tourism. En ook vanwege het feit dat Marx toch wel heel erg bepalend is geweest in de geschiedenis van Europa in de 19e en 20e eeuw. Nou, nog even terug in de geschiedenis, nog wat verder terug. Ik neem jullie even mee terug naar Troje. De bekende Trojaanse veldtocht van de Grieken. 10 jaar hebben ze de stad belegerd. Daar zijn prachtige verhalen over geschreven. Denk aan de Ilias en de Odyssee. Er zijn ook heel veel films inmiddels over gemaakt. En het grappige is dat Alexander de Grote, rond 300 jaar voor Christus, op een van zijn veldtochten naar de plek is gegaan waar Troje behoort te liggen. Men had toen wel ongeveer een idee. Inmiddels is het helemaal duidelijk waar Troje te vinden is. En Alexander die wilde de plaats zien waar Achilles gestorven was. Die wilde het graf zien van de beroemde held Achilles. Nou, dat is eigenlijk een van de allereerste vormen van uitgesproken dark tourism. Je hebt een held, daar heb je een idee van. En je wilt zijn laatste rustplaats zien. Ook al is het meer dan 1000 jaar geleden dat deze held overleden is. En inderdaad, Homerus heeft dat natuurlijk allemaal prachtig onder woorden gebracht, hoe dat in die oorlog daar gegaan is. Nou, de pelgrimages, ik zei het al, er zijn heel veel plekken op de wereld waar mensen naartoe gaan omdat ze een martelaar eer willen bewijzen of een heilige eer willen bewijzen. De bekendste voorbeelden, en er zijn er natuurlijk vele meer te bedenken. In de christelijke godsdienst zijn natuurlijk Jeruzalem en Rome. Ik zal daarvan een paar afbeeldingen laten zien. Maar ook Santiago de Compostela hoort daarbij. En als je kijkt naar andere culturen, bijvoorbeeld het boeddhisme, dan zie je ook daar pelgrims plaatsen. En hetzelfde geldt voor het hindoeïsme en hetzelfde geldt ook voor de islam. Maar het opvallende is bij de christelijke en bij de boeddhistische cultuur en godsdienst, dat er ook restanten van de martelaren bewaard worden. En dat die restanten, die relieken zoals ze genoemd worden, dan ook vereerd worden. Ja, is dat dark tourism? Misschien wel. Als je heel erg religieus bent en je gaat naar het graf van Christus in Jeruzalem, dan ben je natuurlijk vooral eerst een pelgrim. Dan ben je overtuigd van het christelijke godsdienst. En dan wil je zo dicht mogelijk bij Christus zien te komen. Dit is de Heilige Grafkerk in de Koepel in Jeruzalem. Het is op een erg rustig moment gefotografeerd. Normaal staan hier dromme mensen. Niet alleen tijdens de paasdagen en de kerstdagen is die heel druk, maar eigenlijk het hele jaar door. En deze kerk die wordt in stand gehouden door zes verschillende type christelijke godsdienst. En die zijn het vaak hardgrondig met elkaar oneens. Er willen nog wel eens relletjes uitbreken tussen de kloosterlingen en de pastors en de popes van de kopten en de Grieks-orthodoxen, et cetera. En dat is natuurlijk niet iets wat je bij zo'n heilige plaats kunt verwachten. En natuurlijk in deze kerk zijn nog meer verwijzingen naar Christus. Een pelgrimage hierheen is natuurlijk wel iets wat te maken heeft met het christendom. Dus je zou kunnen zeggen het is religieus toerisme. Maar er ligt natuurlijk wel een lijk. Het lijk van Christus. Dus je kunt ook zeggen van ja, het is toch ergens een vorm van dark tourism. Nou, dat is een discussie die natuurlijk door heel veel academici en ook door niet-academici hier gevoerd wordt. En dat is denk ik een van de leuke dingen van dark tourism. Het biedt altijd stof tot discussie en gesprek. We kunnen het af en toe hardgrondig met elkaar oneens zijn over bepaalde dingen. Ander voorbeeld in Rome. Onder de Sint-Pieter bevindt zich natuurlijk een grote collectie van catacomben. Plekken waar heel veel martelaren begraven zijn. Maar de bekendste en de belangrijkste, dat is natuurlijk de heilige Petrus. Die is daar begraven onder in de Sint-Pieter. En ook dit is weer zo'n bedevaartplaats. Men gaat naar Sint-Pieter vanwege de kunst, men gaat vanwege de religie. Maar zeer veel mensen willen ook de plek zien waar de heilige Petrus begraven is in de tombe. Het is ook de plek waar trouwens heel veel pauzen worden bijgezet. Dus wat dat betreft is er een soort van ondergrondse stad bijna met al die tombes van heiligen, martelaren en pausen. Santiago de Compostela in het noorden van Spanje. Ook weer zo'n bekende pelgrimsplaats. Nou denkt u misschien van het gaat wel heel erg veel over religie. Maar ik denk dat die religie toch wel even genoemd wordt worden. Want hier ligt een van de meest bijzondere relicten, een van de meest bijzondere reliquieën van het christendom. En het gaat daar om een schedel. Santiago, genoemd naar de heilige Jacobus. Dat is de plek waar het niet het lijk van de heilige Jacobus is gevonden, maar alleen zijn schedel.
En die schedel die wordt vereerd in de kathedraal van Compostela. Dus je ziet dat sommige elementen van het lichaam als een soort van reliquie worden bewaard. En de gelovigen willen dat reliquie zien. Die willen dat soms ook aanraken. Natuurlijk heeft dat met het geloof te maken. Hè, dat kan een bijdrage leveren tot het zielenheil. Maar je kijkt wel naar dode mensen en naar restanten van lijken. Nou, een paar voorbeelden uit het christendom. Ik heb ook nog een voorbeeld meegenomen uit het boeddhisme. In de plaats Anuradhapura, vreselijk ingewikkelde naam, in Sri Lanka, daar bevinden zich heel veel dagoba's. Dat zijn deze koepelvormige gebouwen die heel massief zijn. Er zit geen opening in, je kunt er niet naar binnen. U ziet ook dat daaronder die rand, die is versierd met olifanten. En om je een beetje een idee te geven van de omvang van dit monument, die olifanten zijn allemaal levensgroot. Die hebben echt de omvang van een echte olifant. Dus het is echt een kolossaal bouwwerk. Wat ze ongeveer 1200, 1300 jaar geleden is neergezet door de toenmalige bewoners van het eiland Sri Lanka, ook bekend onder de naam Ceylon natuurlijk. En in dit monument bevindt zich een sleutelbeen, maar ook niks meer en niks minder van Boeddha. En dit is dus een van de meest heilige plaatsen voor het boeddhisme. En dus ook hier, het gaat weer om één deel van het menselijk lichaam dat bewaard wordt. En dat is natuurlijk ook weer een deel van het lijk van Boeddha geweest. En dat gaat men daar vereren. In een andere plaats in Sri Lanka, plaats Kandy, bevindt zich ook de linker bovenhoektand van Boeddha in een tempel. En die wordt eens per jaar door de monniken, door de stad gedragen op de rug van een olifant. Een fantastisch schouwspel, dat heet de Pirahera. Nou, dat zijn een paar voorbeelden uit het geloof. Ik wil nog één laatste voorbeeld laten zien, daar zal ik een beetje opzij gaan. Wat je hier ziet is een enorme schedel. Dat was een enorme schedel, het is een mensenschedel. Die prachtig versierd is met allerlei edelstenen en half edelstenen. Deze foto is gemaakt door Paul Kounoudaris. En Paul Kounoudaris die is vooral in Zuid-Duitsland en Oostenrijk bezig geweest om de stoffelijke resten van martelaren en heiligen te fotograferen. Hij zegt ook in zijn boek van er zijn meer heiligen dan er ooit geweest zijn in het hele christendom. En als je naar al die kerken gaat in Zuid-Duitsland, dan kom je wel 3 keer de heilige Barbara tegen, 4 keer de heilige Ursula en 5 keer de heilige Antonius, et cetera, et cetera. En het grappige is dat in het begin van de middeleeuwen hier een hele industrie was ontstaan. Mensen gingen naar Rome, gingen naar de catacomben waar de vroege christenen begraven werden. En daar werden die lijken naar boven gehaald. Die werden verkocht aan kerken, met name in Zuid-Duitsland en Oostenrijk, zodat men een heilige had om de gelovigen naar binnen te kunnen halen. Nou, je ziet hier eigenlijk al een stukje dark marketing, zal ik het maar eventjes noemen, en waarmee men de gelovigen naar de kerk probeerde te krijgen. Het is een fantastisch boek en het is zeker interessant om eens een aantal van deze kerken te gaan bekijken. Vooral vanwege de manier waarop die lijken van die zogenaamde heiligen dan versierd zijn. Nou, dit is een plaats die bijvoorbeeld ook op mijn bucketlist staat. Ja, een andere evenement, een andere gebeurtenis is misschien een beter woord, die vaak in verband wordt gebracht met toerisme, is oorlog. Oorlog en toerisme zijn heel nauw met elkaar verbonden. Om even een tamelijk recent voorbeeld te geven. Tijdens de laatste oorlogen in het Midden-Oosten trokken ook mensen, Amerikanen en Engelsen en Australiërs, onder zware bewapening naar de plaats waar bomaanslagen waren en waar ze inderdaad ook de strijders van IS op een veilige afstand konden zien. Daar betaalden ze echt tienduizenden dollars voor. Ik krijg hier al een seintje van een van mijn collega's van wat zijn de mensen dan vreemd inderdaad, maar dat klopt. Ja, mensen doen soms hele gekke dingen. Maar oorlog en toerisme zijn twee dingen die heel vaak met elkaar gecombineerd worden. We zien hier een hele grote heuvel op de ene afbeelding. Dat is de Buut, de heuvel van Waterloo. In 1815 vond daar die enorme veldslag plaats tussen Napoleon en de geallieerde troepen van Nederland en Engeland en nog een aantal andere landen. Pruisen was er ook bij betrokken. Tijdens deze veldslag, die enkele dagen duurde, werden er al reizen georganiseerd vanuit Engeland, waarmee men eerst met de trein en dan met de boot en vervolgens met een koets naar de plaats Waterloo kon gaan en waar men ook nog een beetje iets van de gevechten kon zien op veilige afstand. En vooral toen de veldslag eenmaal over was, trokken heel veel Engelsen daar naartoe. En natuurlijk omdat Wellington de grote winnaar was van deze veldslag. En ze namen ook allerlei souvenirs mee, illegaal over het algemeen.
Wat men in Engeland zelf deed, is natuurlijk de oorlog tot een soort van concept, tot een soort van commodity maken. Daarom heb je ook een Waterloo Station in Londen. En niet al te ver van Waterloo Station was ook een hele grote tentoonstelling. Daar had men het panorama van Waterloo gemaakt. Je kunt het op de afbeelding zien. En daar werd dan met geluid en beeld de Slag van Waterloo een beetje nagespeeld. Hè, voor de mensen die niet het geld hadden om zelf naar Waterloo te gaan. Dus je ziet hier eigenlijk al een soort van toerisme wat met de oorlog te maken heeft. En als we nog eventjes denken aan het voorbeeld van Alexander de Grote, dan zien we dat dat inderdaad ook al eerder voorkwam. Nou, als je praat over commodificatie, als je praat over commercialisering, dan praat je bij het toerisme ook al heel gauw over souvenirverkoop. En hier achter mij is even een etalage van een winkel in Normandië te zien. Daar was natuurlijk de grote operatie op 6 juni 1944. En er zijn alles bij elkaar iets van volgens mij 27 musea in Normandië die deze slag gedenken. En natuurlijk zijn daaromheen allerlei restaurantjes te vinden. Het is een volwassen toeristische industrie en ontzettend veel souvenirwinkeltjes. En die worden allemaal goed bezocht. Een paar jaar geleden, toen het 75 jaar geleden was dat de operatie plaatsvond, was ook eigenlijk geen kamer meer te boeken in dit gebied. Omdat er echt duizenden toeristen in juni juist naar Normandië willen gaan om die stranden te bezoeken. Dus toerisme en oorlog, ja, dat zijn toch bijna een tweeënheid in sommige gevallen. Ja, we zien dat niet alleen in Europa. De afbeelding hier is uit Suu Kyi. Suu Kyi is niet al te ver van Ho Chi Minh-stad in Vietnam. En daar bevinden zich de ondergrondse tunnels die door de Vietcong werden gebruikt om de activiteiten van het Amerikaanse leger te saboteren. En daar waren ze redelijk succesvol mee. En je kunt als toerist nog steeds naar Suu Kyi. Daar kun je ook die tunnels in. En zoals u ziet, iedereen heeft hetzelfde originele idee. De tunnel in, even dat ding boven je hoofd houden. Foto maken, selfie is wat onhandig in dit geval. En dan laten zien dat je er geweest bent. Ik moet u wel zeggen dat de meeste mensen die op deze foto staan, die zijn slank. Als u iets over mijn gewicht bent en iets van over mijn omvang bent, dan wordt het heel erg moeilijk om door deze tunnels te gaan kruipen. Het is een plek die heel veel bezocht wordt, niet alleen door buitenlandse bezoekers, met name zeker ook de Amerikanen die terugkomen naar Vietnam. Maar het is ook voor de Vietnamezen een bijzondere plek. En je kunt eigenlijk wel zeggen dat met deze vorm van binnenlands toerisme, met domestic tourism, ook een soort van propaganda-activiteit wordt bedreven om te laten zien hoe slim men was in de strijd tegen de Amerikanen. En onder deze tunnels bevinden zich bijvoorbeeld ook ziekenhuiszalen, reparatieplaatsen voor tanks en wapens, et cetera. En die kun je allemaal bezoeken. En er staan zelfs een paar, ik noem het een beetje Disney-achtige poppen, die heel houterig bewegen en die laten zien hoe ze bijvoorbeeld de sandalen maakten van autobanden en geweren repareerden, et cetera. Nou, om de oorlogsbeleving nog wat intenser te maken voor de toerist, kan je natuurlijk na de rondleiding, die ongeveer 2 uur duurt, ook besluiten om zelf eens eventjes te gaan schieten. Voor een aantal dollars of een aantal euro's kun je een setje kogels kopen. En dan kun je zelf met een M116, als ik het goed heb, of een Kalashnikov of een Uzo, op de schietbaan je mannelijkheid, of in dit geval je vrouwelijkheid, bewijzen. En echt meevoelen hoe het nou geweest moet zijn in deze oorlog. Ik ben wel op deze plek geweest. Ik ben ook in de tunnels geweest. Dat schieten ging mij toch eigenlijk iets te ver. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor sommige mensen ontzettend spannend is om dat een keertje te doen. En het levert natuurlijk fantastische vakantiefoto's op. Goed, de academische wereld. Gaan we eventjes kijken naar het tweede gedeelte van de presentatie. Dark tourism is een woord, begrip dat eigenlijk in 1996 voor het eerst gebruikt werd door 2 Engelse academici. Dat waren Lennon en Foley. En zij hebben daar ook een boek over geschreven met dezelfde titel. En daarin beschrijven ze onder meer plekken als Dallas, waar John Kennedy vermoord werd. Ze beschrijven een paar gevangenissen. Ze komen met een hele rits van ideeën, van plekken die met onderzoek toch wel gekoppeld kunnen worden aan dat concept van dark tourism. En ze zeggen ook heel nadrukkelijk, het is een containerbegrip. Hè? Het is niet iets wat iedereen zonder meer zal accepteren. Want dark tourism, dat leidt af en toe toch wel tot negatieve connotaties. Er is ook een andere Engelse professor, Tony Seaton, die zegt van ja, misschien moet je dat woord dark tourism niet gebruiken. We kunnen misschien beter spreken van thanatourism. En dat is een samenvoeging van het Griekse woord thanatos, wat dood betekent, en toerisme. Maar eigenlijk verschilt zijn theorie niet heel erg veel van die van Foley en Lennon.
Seaton zegt wel dat dat hele dark tourism, of in zijn geval Tarnatourism, eigenlijk veel ouder is. Hij koppelt het aan de Victoriaanse beleving van mensen die in die 19e eeuw naar begraafplaatsen gingen om te contempleren over het leven en over de dood. Dus over zichzelf. En dat is een verschijnsel dat je in de 19e eeuw bij heel veel mensen, vooral in Engeland, vindt. Nog een andere wetenschapper, John Urry, eigenlijk een socioloog, die zei van ja, hij kwam eigenlijk al eerder met een idee. Er zijn bepaalde plekken op de wereld die iets negatiefs hebben en die toch attractief zijn voor toeristen om te bezoeken. En hij gebruikte het woord black spots. En dat kom je dan tegen in zijn beroemde boek over de kijk op toerisme. Maar er zijn heel veel andere namen ook te vinden. Ik pak er even een paar bij. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over morbid tourism. De Spanjaarden praten bijvoorbeeld over turismo morbido. Er is zelfs een groep mensen die gebruikt het woord holocaust tourism. Ik vind dat zelf een zeer ongelukkige keuze. Maar ik heb bij onderzoek gemerkt dat er in Amerika ook een reisorganisatie is die onder deze naam, holocaust tours, reizen aanbiedt naar plekken in Europa. Er zijn mensen die spreken over betwist erfgoed. Ashworth, lange tijd professor in Groningen, die doet dat. Hij sprak bijvoorbeeld over de slavenforten aan de Afrikaanse westkust. Die slavenforten die werden vaak opgericht, gebouwd door de Portugezen. Daarna ingenomen door de Nederlanders, voor de slavenhandel. Daarna waren ze weer in handen van de Engelsen. En inmiddels zijn ze in handen van bijvoorbeeld de regering van Ghana. Ja, wiens erfgoed is dat nou? Is dat Portugees? Is dat Afrikaans? Is dat Nederlands? Of is dat het erfgoed van de nakomelingen van de slaven in Amerika? Er is een hele industrie zelfs in de VS die zich ook richt op dit slavernijtoerisme, slavery tourism. Het wordt ook wel in verband gebracht met root tourism, hè, op zoek gaan naar je roots. Waar kom je nou eigenlijk vandaan? En het kan af en toe best wel ingrijpend zijn om met een groep Amerikanen door zo'n fort te lopen. Een ander voorbeeld is crime tourism. Natuurlijk zijn er allerlei spannende gerechtszaken in Amsterdam op dit moment. Ik woon zelf in Osdorp. Dus regelmatig horen wij helikopters overkomen en zwaar bewapende auto's langskomen. En als je naar die zwaar bewapende rechtbank of zwaar beveiligde rechtbank gaat in Osdorp, dan zul je daar regelmatig mensen zien die eigenlijk een blik willen werpen op de misdadigers die daar bericht worden en wat er allemaal omheen gebeurt. Nou, dat is een beetje crime tourism, hè? Plekken die met misdaad te maken hebben. Een tijdje geleden was er in Amsterdam ook de mogelijkheid om de Holleder Tour te doen. En als je dan wat extra's betaalde, mocht je ook een kogelvrij vest aan. Ja, ook dat gaat mij iets te ver, maar schijnbaar is het dus wel belangstelling voor zoiets. Prison tourism, het bezoeken van gevangenissen. Dat kom je eigenlijk ook al veel langer tegen dan alleen in deze eeuw. Ik zal daar straks ook een paar voorbeelden van laten zien. Er is ook nog zoiets als fright tourism. Mensen gaan naar plekken omdat ze het eng vinden. Goed voorbeeld daarvan is een dame die ik een keer sprak in de catacombe van Parijs. Ik wilde weten wat zij eigenlijk voor reden had om daar naartoe te gaan. Of dat historische belangstelling was of iets anders. En ze zei van nee, ik vind het alleen maar leuk om te griezelen. Dus daarom ga ik naar plekken waar ik lijken kan zien. Schedels en skeletten, et cetera. Nou, grief tourism. Grief tourism is te vergelijken met herinneringstoerisme. Met name ook als het gaat om oorlogen en het bezoeken van oorlogsbegraafplaatsen. Dan kun je eigenlijk wel zeggen van ja, dit is een soort van rouwverwerking die je wilt doen. En dat kan natuurlijk ook zowel individueel als collectief. En dat heeft natuurlijk ook weer met de dood te maken. Dus grief tourism zou ook een vorm van dark tourism kunnen zijn. Disaster tourism, ja, dat is eigenlijk het enige wat we met een makkelijk Nederlands woord kunnen vertalen. Als rampentoerisme natuurlijk. Amerikanen noemen dat rubbernecking trouwens. Dat is ook wel een erg mooi woord. Hè. Dat is wat je ziet als je op een snelweg rijdt. En er is dan aan de andere kant van de snelweg een ongeluk gebeurd. En iedereen gaat er meteen met die rubberen nek omheen kijken. En dan is de kans groot dat er andere ongelukken gebeuren ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel rampen gebeurd in de wereld die tot de verbeelding spreken. Ik heb ooit te maken gehad met een groep mensen uit Fukushima. Waar die kernramp is gebeurd in Japan. En die wilden eigenlijk ook van Fukushima een toeristische attractie gaan maken. Nou, we zijn inmiddels enkele jaren verder, of bijna 10 jaar verder, maar er is nog niet veel gebeurd. Nou, tenslotte doomsday tourism. Nou, doomsday tourism, ik kan u wel zeggen, ik ben een doomsday tourist. Dat wil zeggen, ik wil heel veel dingen nog zien voordat ze verdwijnen. Heel veel dingen zijn aan het verdwijnen in de wereld. Dan gaat het met name om stukken natuur. Dus ik wil nog een keertje een ijsbeer zien in het wild. Ik wil nog een keer gorilla zien in het wild, voordat deze beesten zijn uitgestorven. Nou, dat is een soort van doomsday tourism. En eigenlijk is dat ook wel een beetje dark.
Want je hebt een wat negatief beeld van de toekomst. Ja, woorden in het Nederlands. Duister toerisme, ik heb het al gezegd, is een woord wat je zou kunnen gebruiken. Rampentoerisme, dat is iets wat we allemaal kennen. Maar eigenlijk is er geen goede, adequate vertaling voor dark tourism, zoals we dat nu in de presentatie gebruiken. Nou, volgens Lennon en Foley, als ik even terug ga naar de twee eerste mannen die hier een boek over schreven, heeft dark tourism vooral te maken met pelgrimsplaatsen en met slagvelden. Nou, daar hebben we net, denk ik, voldoende voorbeelden van gezien. Maar ze zeggen ook dat er in dat dark tourism een hele belangrijke rol is weggelegd voor de moderne communicatiemiddelen, de communicatietechnologie. Ik zal er straks even een voorbeeld van laten zien. Maar het gaat er in feite over dat als er iets gebeurt wereldwijd, we eigenlijk binnen no time te horen krijgen dat er een ramp is gebeurd. De meeste mensen kunnen zich nog wel herinneren waar ze waren toen die twee vliegtuigen op de Twin Towers zich stortten, in 9/11. En dat is ook iets wat je dan allemaal meteen in beeld ziet. En dat is die moderne technologie. Dat wil zeggen, zo'n ramp die komt meteen een stuk dichterbij. Je bent ook meteen een stuk dichter bij de rampen betrokken. Volgens Lennon en Foley heeft het ook te maken met de twijfel over het succes van de moderne tijd. Iedereen heeft wel eens zijn twijfels over de verworvenheden van de moderne technologie. Denk alleen maar aan de atoombom als voorbeeld. En bij heel veel van de plekken die met dark tourism in verband worden gebracht, zijn ook educatieve en commerciële elementen aanwezig. Denk in dit verband nog eventjes aan de souvenirhandel die we zagen rondom 6 juni 1944. Nou, het voorbeeld wat zij zelf gebruiken is de Titanic. Een prachtig schip. Als ik me niet vergis, in 1912 vergaan. Het botste tegen een ijsberg. Het was de maiden voyage. Het was de eerste reis van dit schip. Met heel veel rijke mensen aan boord. En ook heel veel armere mensen aan boord. Het is een verhaal wat steeds opnieuw verteld wordt. Een verhaal wat ook regelmatig verfilmd wordt. En door de verfilming is er weer opnieuw aandacht voor de ramp. Maar toen dit gebeurde in 1912, wist iedereen, dankzij de toen moderne pers, al meteen wat er aan de hand was. Dus het was een ramp die meteen heel dicht bij de mensen kwam. Iedereen had er ook meteen een mening over. Het stond op de voorpagina's van alle kranten. En als er zoals een aantal jaar geleden opnieuw een film gemaakt wordt, dan zie je ook dat mensen weer opnieuw belangstelling krijgen voor die ramp. En zo kun je bijvoorbeeld in Greenwich, vlakbij Londen, ook naar een herdenkingsplek gaan voor de overledenen van de Titanic. En in Halifax, in Canada, is een begraafplaats waar heel veel overledenen van die Titanic ook begraven zijn. En direct na de film kwamen daar toeristen naar die begraafplaats. Die wilden eigenlijk even kijken waar Leonardo DiCaprio begraven was. Zo ongeveer speelde zich dat daar af. Dus je ziet het, hè, die moderne communicatietechnologie. Dit was het beste, sterkste, mooiste, het meest geavanceerde schip dat ooit gebouwd was. En een ijsberg, een einde verhaal. Dus die moderne technologie die redt ons niet. Het gekke is dat die toeristische industrie daar vaak meteen op inspeelt. In 2012 was het bijvoorbeeld mogelijk om een memorial cruise te doen met een ander schip natuurlijk dan de Titanic. En die ging precies dezelfde route varen als de Titanic. En die ging ook naar de plek toe waar de Titanic uiteindelijk op de ijsberg is gebotst. En als je dan volgens mij iets van $5.000 extra betaalde, dan kon je nog met een klein onderzeebootje naar beneden en daar het wrak van de echte Titanic zien liggen. En daar liggen dus nog steeds mensen in dat schip begraven. En dus het is wat mij betreft redelijk dark als je praat over dit soort activiteiten. De reis was in no time uitverkocht. En er is ook nog een tweede reis van start gegaan. Want het aantal aanmeldingen daarvan was enorm. Ja, misschien is dit ook weer een vorm van bucketlist toerisme. Dat je toch een keer zo'n plek wilt zien waar die zo tot de verbeelding spreekt. Nou, tenslotte nog eventjes iets over Seaton. Die het woord Thanatourism heeft bedacht. Ik laat ook zo even een paar voorbeelden zien, maar Seaton zegt, er zijn eigenlijk verschillende categorieën die je kunt herkennen. Thanatourisme kom je tegen als mensen naar executies gaan, als ze executies willen bijwonen. Nou, dat komen we in onze moderne tijd in dit gedeelte van de wereld niet meer tegen. Maar dat is natuurlijk wel altijd gebeurd. Hè? Publieke executies, denk maar even aan de guillotine in Frankrijk. Ja, die trokken heel veel mensen die daar lekker zaten te snacken en te breien en te knutselen. Terwijl er weer een edelman of edelvrouw onthoofd werd. En je komt het in andere landen vandaag de dag zelfs ook nog tegen. Hè, landen waar de doodstraf wordt uitgevoerd. Het betekent volgens Seaton ook het reizen naar plekken waar mensen gestorven zijn. Hè, dus echt de locatie waar iemand overleden is. Het betekent ook het bezoeken van grafmonumenten. Nou, we hebben een paar voorbeelden van gezien. En herinneringsplekken. Het betekent volgens hem ook het bijwonen van reenactments. En een reenactment, dat is het naspelen van een gebeurtenis.
Er zijn heel veel groepen in de wereld die verkleden zich als Romeinse soldaten, of als cowboys en indianen, of als het leger van Napoleon. En die spelen bepaalde veldslagen na. Met name in Waterloo, in België, gebeurt dat regelmatig als men met duizenden mensen verkleed die veldslag gaat naspelen. Ik heb ooit een keer een heel vreemd boekje gelezen over dit reenactments. En er bestaat zelfs in Argentinië een groep die zich verkleedt als vikingen. En die de vikingenstrijd naspelen. En in Amerika bestaat een groep, misschien geen verrassing, die verkleedt zich als SS'ers. En die spelen de slag om Stalingrad na. Dus ja, je komt inderdaad af en toe wat rare dingen tegen bij dit soort onderzoeken. Nou, tenslotte, volgens Seaton zijn het ook bezoeken aan locaties waar niet echt iets van een menselijk overblijfsel te vinden is. Dat daar is gestorven, maar wat daar wel bewaard wordt. En er zijn met name nu in de museale wereld heel veel discussies over, ja, die menselijke resten, mag je die nog tonen? Of zou je die eigenlijk terug moeten geven aan de landen van herkomst? Op dit moment speelt dat in België, waar de schedel van een aantal stamhoofden uit de Congo nu eindelijk teruggaan naar de Congo. Het zijn ook voorwerpen die met de dood te maken hebben, of met andere thema's uit dark tourism, zoals die slavernij. En die worden daar dan wel getoond, maar het is niet de plek waar de ellende zelf heeft plaatsgevonden. Nou, ik zal even de illustraties erbij laten zien. Dit is de Waag in Amsterdam. In het begin van de 19e eeuw, toen waren wij natuurlijk onderdeel van het Franse Rijk. Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte. Er verschijnt even iets anders in beeld, zie ik. Want dan ga ik even naar de... misschien heb ik op een verkeerd knopje gedrukt. Ik kan het ook niet lezen. Oh, het is iets van het plaatje. Er staat iets van guillotine. Nou, het verdwijnt straks wel, denk ik, bij de volgende afbeelding. Ja, zoals gezegd, Lodewijk Napoleon, broer van Napoleon, wordt... Ik ga ervoor staan, dan kan niemand... Zo, dat is beter wel. Broer van Napoleon, die wordt koning van de Nederlanden. Gaat ook in het paleis op de Dam wonen. En samen met Napoleon voeren ze een aantal regels en wetgevingen in die bij het Franse Rijk worden en dan ook deel gaan uitmaken van de regels en wetgevingen in Nederland. Nou, een daarvan, dat was de doodstraf. En er is één keer in Nederland de doodstraf voltrokken met de guillotine. Dat gebeurde hier op de Waag in Amsterdam, in het centrum. En je ziet het, heel veel mensen die gingen daar als dagjesbezoeker heen, want die vonden dat toch wel spectaculair om dat even een keertje bij te wonen. U vraagt zich misschien af, wie zijn er dan ter dood gebracht? Het was één man en het zijn twee vrouwen en ze werden beschuldigd van een diefstal en moordpartij ergens in de Amsterdamse binnenstad. Dark tourism in het begin van de 19e eeuw. Als je dit zo ziet, en wij kijken natuurlijk met de blik van de 21ste eeuw, dan ben je heel snel geneigd om te zeggen van ja, maar dat doe je toch niet. Maar ik vraag me af hoeveel mensen misschien toch wel nieuwsgierig zouden zijn om dit wel eens een keertje bij te gaan wonen. We gaan een eentje verderop. Dit is het noorden van Frankrijk. Dit is Verdun. Ook de Eerste Wereldoorlog is een gebeurtenis die heel veel effecten heeft die door het toerisme gebruikt worden. Dit is het ossuary. Hier worden de botten bewaard van niet alleen Fransen, maar ook van Duitse soldaten. En van een aantal van huurlingen die overal vandaan kwamen. En daar aan de voorkant van dit gebouw is een heel grote erebegraafplaats. Dit is echt wel een van de grootste monumenten gewijd aan dit gedeelte van de oorlog, van de Eerste Wereldoorlog in het noordoosten van Frankrijk. Maar de Eerste Wereldoorlog heeft natuurlijk ook een hele grote rol gespeeld in wat we tegenwoordig kennen als België en Vlaanderen natuurlijk. En met name in Vlaanderen, in gebieden als rondom de IJzer, Poperingen, daar is ook een hele flinke Eerste Wereldoorlog-industrie ontstaan. Die zich richt op het toerisme en die met name ook uit Engeland heel veel bezoekers trekt. Daar zijn een tiental musea te bezoeken en heel veel begraafplaatsen. Ja, een monument voor iemand die overleden is. Dit is in Parijs. Dit is het monument voor Lady Di. Die is, zoals u weet, in de Alma-tunnel vlak langs de Seine met haar auto gecrashed. Omdat ze achtervolgd werd door paparazzi. Dit monument is niet opgericht door het Engelse vorstenhuis, maar door haar toenmalige bijna schoonvader, Al-Mahmoudi. De man die ook eigenaar was van het beroemde Harrods in Londen. Ja, en dit is smaken verschillen, maar dit is de eeuwige vlam die Lady Diana moet verbeelden. Het monument trekt heel veel bezoekers, zeker ook Engelsen en mensen die een bijzonder beeld hebben van Lady Di.
En er worden ook nog tot op de dag van vandaag bloemen gelegd. Tot een aantal jaar geleden, en dat is dan weer een van de vreemde dingen in dark tourism, kon je ook een rit maken met een auto die precies de route deed van Lady Di. De crash is natuurlijk niet inbegrepen, maar dan ging je ook weer door die Alma-tunnel heen. Dan kon je dat als het ware nabeleven. Hetzelfde verschijnsel vind je ook in Dallas, waar de rit van de toenmalige president John Kennedy werd aangeboden als toeristische attractie, inclusief de geluiden van het schot. Nou, even de reenactments. Ik denk dat dit een mooie foto is. Deze is niet doorgegaan vorig jaar natuurlijk. Hè. De bedoeling was om een hele grote reenactment te doen. In 2015 was het natuurlijk de allergrootste, was het 100 jaar geleden. Maar je moet zich voorstellen, er zijn duizenden mensen, vooral mannen moet ik zeggen, die steken heel veel geld in het verwerven van originele artikelen uit die tijd. Het zo goed mogelijk namaken van de uniformen. Er mag geen knoop verkeerd zijn. Het moet allemaal het identieke materiaal zijn. En dan speelt men de oorlog na, zonder dat er doden vallen. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen verkleedpartij, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar deze mensen hebben vaak ontzettend veel kennis van de geschiedenis. Dus ik zou ze niet als een stelletje grappenmakers wegzetten. Want ze zijn heel erg intensief met een bepaalde veldslag of met een bepaald leger beter. En sommigen hebben ook een militaire achtergrond en weten ook alles van de strategische momenten die in zo'n oorlog hebben plaatsgevonden. Nou, dan even het laatste plaatje. Objecten die wel met de dood en ellende en het lijden te maken hebben, maar niet op de plaats liggen waar dat lijden heeft plaatsgevonden. Het beste voorbeeld, denk ik, op dit moment is het Rijksmuseum in Amsterdam. Met allerlei verwijzingen naar het Nederlandse slavernijverleden. De manier waarop wij in de slavenhandel betrokken waren. Er wordt op verschillende manieren wordt die slavernij getoond. Door objecten uit de tijd dat de slavernij gewoon was. Denk aan ketenen. Maar ook verbeeld door moderne kunstenaars. En ik denk dat dit een goed voorbeeld is van wat Seaton bedoelt. Een locatie, een synthetische locatie noemt hij het. Waar zaken die te maken hebben met dood en lijden verzameld worden en zichtbaar zijn. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben altijd na een tijdje praten wel toe aan een kleine pauze. En ik zou zeggen, we nemen even 7 minuten pauze om een kopje koffie te drinken, de benen te strekken of misschien een glaasje water te pakken. Dan zien we elkaar over 7 minuten terug. Tot straks. Gaat goed, uit, ja.
on. Ja. Ja, hij kan. We hebben geluid, we hebben beeld. Goed zo. Nou, fijn dat jullie er weer zijn. We gaan even door met de presentatie over Dark Tourism. Misschien nog even een opmerking tussendoor. Het is mogelijk om vragen te stellen via de chatfunctie. Er is ook al een vraag binnen. Ik ga die meteen even beantwoorden. Die vraag die gaat over, stel je voor dat tijdreizen mogelijk is. En dan zouden er natuurlijk heel veel mensen wel naar gebeurtenissen willen gaan die in het verleden hebben plaatsgevonden. En volgens deze vraagsteller is er dan wel gevaar aanwezig dat er eventueel files gaan ontstaan van bussen. Ik weet niet of je bussen ook mee kunt nemen op een tijdreis. Op het moment dat Christus gekruisigd wordt. Ja, stel dat het mogelijk is, dan denk ik inderdaad dat heel veel van dit soort gebeurtenissen zo tot de verbeelding spreken dat mensen daarbij willen zijn. Ik weet niet of het ooit in de toekomst mogelijk is. Ik weet niet of het dan nog toerisme is, tijdtoerisme, of daar een speciale naam voor bedacht kan worden. Maar ik denk dat heel veel gebeurtenissen zoveel interesse opwerken. Of het nou de kruising van Christus is, de Eerste Wereldoorlog, de landing bij Normandië. Dat mensen dat eigenlijk wel van een veilige afstand zouden willen zien en meemaken. Dat is zeker, zie ik voor de toekomst. Als er andere vragen zijn, stel ze graag. Dan zullen we ze meteen gaan beantwoorden. Ik ga even naar professor Stone. Philip Stone is eigenlijk de man die zich met zijn academische carrière verbonden heeft aan het fenomeen dark tourism. En hij heeft ook als een van de weinigen een echte, heldere definitie daarvan gegeven. Hij zegt dat de dark tourism, dat is het reizen naar plekken die verbonden zijn met de dood, sterven, lijden of het schijnbaar macabere. Nou, daarmee pak je eigenlijk alles wel samen wat eng en griezelig en naargeestig en luguber kan zijn. En wat natuurlijk ook met de dood te maken heeft. Dus heel veel zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met lijden. En denk bijvoorbeeld eens aan mensen die in sloppenwijken wonen. Dat zou je misschien ook wel dark tourism kunnen noemen. Terwijl er andere academici zijn die zeggen van nee, dat is geen dark tourism, dat is slum tourism. Oftewel krottenwijk toerisme. Nou, ik ga verder de discussie hierover niet voeren met jullie op dit moment. Maar het is alleen maar om aan te geven dat lijden natuurlijk ook op een andere manier geïnterpreteerd zou kunnen worden. Wat Stone ook zegt, is dat je binnen de dark tourism verschillen hebt. Je hebt een soort van lichte vorm van dark tourism. En je hebt een uiterst duistere vorm van dark tourism. Ik zal daar straks ook een paar voorbeelden van laten zien. Want Stone heeft ook prachtige categorieën ontwikkeld, die allemaal met dark beginnen. En die lopen we eventjes na om een goed beeld te krijgen van zijn concept. En wat Stone ook zegt, is dat het natuurlijk heel erg veel uitmaakt of je op een authentieke locatie bent of op een niet-authentieke locatie. Ik noem maar even het voorbeeld van Auschwitz. Lezen over de Holocaust is natuurlijk iets anders dan een bezoek brengen aan Auschwitz of een van de andere vernietigingskampen. We komen dat straks nog uitgebreid tegen. En Stone zegt vervolgens dat er ook vaak een nadruk ligt op educatie. En soms wat meer op entertainment. He, als je bijvoorbeeld naar een plek gaat als een griezelhuis of een spookhuis, ja, dan is dat duidelijk entertainment. Daar word je wel een beetje bang, maar je weet dat het niet echt is. En van groot belang is de tijdsduur. Zaken die veel langer geleden zijn, zullen vaak veel minder als dark geïnterpreteerd worden dan zaken die recentelijk zijn. En als ik praat over de aanslag op Twin Towers, als ik praat over de Holocaust, als ik praat over Fukushima, dat is allemaal tamelijk recent. Er zijn ook nog mensen die dat hebben meegemaakt, die daar herinneringen over hebben en gaan zo maar door. En als je dan teruggaat in het verleden, als je praat over de slag bij Troje, het beleg van Troje, dan denk ik niet dat er heel veel mensen erg opgewonden van worden. Hè, hoe het nou precies zat met de Grieken en die Trojanen. En ze kennen het verhaal uit de geschiedenis, maar het speelt zich af, wat is het, ongeveer 1600 jaar voor Christus. Daar is geen persoonlijke binding mee. Dus dat vindt Stone ook belangrijk. Hè. Die tijdsduur die zit tussen het nu en de gebeurtenis die eventueel als dark tourism locatie geïnterpreteerd kan worden. Nou, zijn zes categorieën zijn de volgende. Hij spreekt over, ik heb het verder niet vertaald, ik vind de Engelse termen eigenlijk mooi genoeg en ook wel duidelijk, dark fun factories. Dat zijn de plekken waar je heen gaat om een beetje lekker te griezelen, hè, omdat het spannend is, omdat het grappig is. Heel veel pretparken in België, maar ook in Nederland, die bieden met name tijdens Halloween specifieke arrangementen aan, waar je dan ook nog eens extra bang gemaakt wordt en waar het personeel dan rondloopt verkleed als Living Dead of als Dracula. En dan zijn het de zogenaamde dark exhibitions, duistere tentoonstellingen, waar je voorwerpen ziet die met de dood of het lijden te maken hebben. Er zijn de dark dungeons. Nou, dat is eigenlijk een beetje het gevangenistoerisme wat we al eerder tegenkwamen.
het bezoeken van locaties waar mensen vroeger gevangen hebben gezeten. Misschien zelfs ook wel tamelijk recent. Dark conflict sites, dat zijn de plekken waar de veldslagen hebben plaatsgevonden. Denk aan Waterloo, denk aan Normandië, denk aan de plekken van de Eerste Wereldoorlog en nog vele meer. Voorbeeld de slag bij Austerlitz, daar hebben wij een heel groot monument voor in Nederland. Maar ik ken maar heel weinig mensen die zich nog druk maken over de slag bij Austerlitz, die in de vorige, wat is het, in de 19e eeuw heeft plaatsgevonden. Sorry, in de 18e eeuw heeft plaatsgevonden. De Dark Shrines, dat zijn de herinneringsmonumenten voor bijvoorbeeld beroemdheden of mensen die tot de verbeelding spreken, die daar waar je naartoe kunt gaan om die mensen dan te vereren of te betreuren. Hè. Zoals ik al heb gezegd, ook rouw kan een onderdeel vormen van het dark tourism. Ja, en de meest duistere categorie, hè, dit loopt dus inderdaad van licht naar heel duister onderaan, dat zijn de dark camps of genocide, de vernietigingskampen uit niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook elders ter wereld zijn dergelijke locaties te vinden. Ik laat even een paar voorbeelden zien. Dit is een voorbeeld van de Dark Fun Factory. De Amsterdam Dungeon. Het concept van het conglomeraat Merlin, dat ook eigenaar is van Ocean Parks en dergelijke, die hebben op heel veel plaatsen in Europa een dungeon. Er is er één in Amsterdam, er is er één in Londen, er is er eentje in Hamburg. En daar kun je als het ware een beetje in de geschiedenis van die stad duiken, vaak met heel veel fantasie, en daar word je bang gemaakt. Hè. Daar word je bijvoorbeeld in contact gebracht met een heks, of je wordt in de Amsterdamse versie in contact gebracht met een dokter die werkzaam is op een VOC-schip en die je been gaat afzagen. Het is allemaal een beetje griezelig en het weet dat het natuurlijk niet echt gebeurd is. Maar ik moet zeggen, ik ben daar met een paar collega's geweest en die vonden het absoluut spectaculair. Die hebben genoten van het griezelen. Nou, dat is een lichte vorm van dark tourism. Dit is een ander voorbeeld. Ook een tentoonstelling die de wereld rond is gegaan. Body Worlds van de Duitse arts von Hagen. Von Hagen heeft het systeem uitgevonden van de plastificatie. Dat wil zeggen dat hij het gehele menselijke lichaam, inclusief de aderen, de bloedvaten, et cetera, kan plastificeren. En dat is wat hij met heel veel lijken heeft gedaan. Er gaan heel veel rare verhalen over hoe die verzameling tot stand is gekomen. Maar als je deze tentoonstelling bezoekt, dan kun je ook een formulier invullen dat je zegt van ik geef mijn lichaam na mijn dood aan Von Hagen, zodat hij het kan gebruiken voor zijn medische tentoonstellingen, want dat is eigenlijk het achterliggende idee van hoe werkt het menselijk lichaam? Uit welke onderdelen bestaat dat? En wat Van Hagen heeft gedaan, hij heeft al die lijken in een zeg maar moderne pose neergezet. Dus je kijkt niet naar een verzameling van dode mensen op sterk water of opgezette mensen, maar je ziet ze saxofoon spelen, je ziet ze op een paard zitten, je ziet ze tennis spelen, je ziet ze zelfs de liefde bedrijven, maar dat gedeelte van de tentoonstelling is alleen voor 18 jaar en ouder. Ik maak hier geen grapje. Er bestaat ook een beeld van iemand die zijn eigen huid vast heeft. Je kijkt dus echt naar dode mensen, maar die zijn allemaal geplastificeerd. Dus ik denk dat dit wel een goed voorbeeld is van de meest duistere exhibition die je kunt voorstellen. Er is een vaste tentoonstelling op dit moment in Amsterdam. Die zal binnenkort wel weer opengaan. Maar ik ben benieuwd hoe de COVID-19-crisis zich ook gaat uiten bij dit soort tentoonstellingen. Of men daar überhaupt nog wel belangstelling voor heeft. Nou, een van de bekendste voorbeelden uit de wereld als het gaat om dark dungeons, een gevangenisbezoek. Dat is het eiland Robben Eiland voor de kust van Kaapstad, waar Nelson Mandela lange tijd gevangen zat. Deze plek wordt ontzettend veel bezocht door toeristen. Ik kan het iedereen ook aanraden. Als je een idee wilt krijgen van de apartheid, als je een idee wilt krijgen van de strijd van het ANC, met name van Mandela tegen die apartheid, dan is dit een bijzondere ervaring. Tot een aantal jaar geleden werd de rondleiding ook gedaan door mannen die daar zelf gevangen hebben gezeten. En het is natuurlijk heel bijzonder als je met iemand praat, dat die zegt van ja, eigenlijk had ik hier nog tot 2023 als gevangene moeten zitten. Dat geeft je een heel ander beeld en dan komt het echt stevig bij je binnen. Het is ook de plek waar heel veel gevangenen moesten werken, maar waar ze eigenlijk ook het filosofische fundament voor de ANC hebben gelegd. Plek die al uit Zuid-Afrikanen ook bezoeken tijdens hun schoolreisjes. Echt wel een plek die bijdraagt tot de eenheid van het land. Ja, dit is een plaatje vanuit Nederland. We hebben in Nederland ook talloze voorbeelden van plekken die met de dark tourism in verband gebracht kunnen worden. Of met in dit geval herinnering of met rouw. Dit is een opname van de Grebbeberg tijdens een van die herinneringsdagen. Een soldaat die ook gekleed is in het uniform van de toentertijd Nederlands leger. Een plek waar je naartoe gaat omdat je belangstelling hebt voor geschiedenis. Dat je belangstelling hebt voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Misschien ook waar je naartoe gaat omdat er familieleden van je begraven liggen. Maar ook een plek waar mensen naartoe gaan omdat de dood en de ellende van zo'n slagveld toch wel heel nadrukkelijk dichterbij komt. Je kunt niet alleen de begraafplaats hier bekijken, maar ook de laatste geschutstellingen. Andere plek die wat dat betreft interessant is in Nederland is Korenwerder Zand op de Afsluitdijk. Ja, plekken waar beroemdheden zijn begraven. Dit is in Graceland, in Memphis, in de Verenigde Staten. Dit is de plek waar Elvis Aaron Presley is begraven. Ook hier een totale toeristische industrie. Hier komen mensen die natuurlijk houden van de muziek van Presley. Er zijn zelfs nog mensen, hoorde ik gisteren, die geloven dat Elvis Presley niet dood is. Marga Duin zei dat. Af en toe wordt hij nog gezien. Ik twijfel daar een beetje aan. Maar hier komen echt miljoenen mensen op af. En er wordt dus echt heel commercieel dik geld verdiend met het lijk van een beroemdheid. En ook als je geen fan bent van Elvis Presley, ja, het is bijna onmogelijk om in Memphis te zijn en dan toch niet daarheen te gaan. Want het ligt zo voor de hand om dan toch maar een kijkje te gaan nemen. Nou, dit is een goed voorbeeld van een plek die dus wel duister is, hè, omdat er echt iemand te begraven is. Maar er zit hier toch ook wel een klein stukje entertainment bij. En een dode als Elvis Presley spreekt wat meer tot de begraven, tot de verbeelding, dan een dode van de 17e of de 16e eeuw. Ja, tenslotte de meest duistere plekken ter wereld, Dark Camps of Genocide. Dit is een opname van Auschwitz in de winter. Beroemde toegangspoort met de opschrift Arbeid macht vrij. Ja, en dan staan daar toeristen die selfies maken. Ik vraag me af wat u daarvan denkt. Ik heb daar zo'n beetje ambivalente gevoelens bij. Ik snap dat je die plek wilt bezoeken. Ik snap dat het interessant is. Ik kan me ook wel voorstellen dat je een paar foto's wilt maken van bepaalde gebouwen of van die toegangspoort. Maar ik zou mezelf toch niet als selfieplek daar laten fotograferen of met een selfie-stick gaan fotograferen. Je komt hier op een punt waar je moet kijken in hoeverre kan dark tourism wel ethisch verantwoord worden uitgevoerd. Auschwitz heeft ontzettend veel bezoekers. Ik geloof dat er bijna 1,3 miljoen mensen per jaar komen. Dat zijn heel veel schoolkinderen natuurlijk uit Polen. Dat zijn ook heel veel Israëli's die daar naartoe gaan. Ik zal daar straks iets meer over vertellen. Maar er komen ook heel veel mensen uit Nederland, uit Duitsland, uit Amerika, et cetera. En ook heel veel gewone toeristen die wederom hun bucketlist hebben. Of die zo'n verschrikkelijke plaats willen zien. Hè, die toch wel in het collectieve geheugen is opgeslagen. Auschwitz is een plaats waar inmiddels toch ook een zekere vorm van commodificatie en commercialisering is. En als je praat over commodificatie, dat betekent eigenlijk dat ja, als je een hele grote toestroom van toeristen krijgt, wat ga je daar dan mee doen? Ga je die mensen zomaar rond laten lopen? Of ga je zorgen dat bepaalde gebouwen geschikt worden gemaakt voor bezoek? Ga je een parkeerplaats neerzetten? Ga je toiletten neerzetten? Dat soort dingen. Zodra dat gaat ontstaan, kun je eigenlijk wel zeggen dat er toch sprake is van een zekere toeristische groei en een toeristische commodificatie. Nou, er worden verder geen souvenirs verkocht in Auschwitz. Er is wel een boekhandel natuurlijk. Maar je kunt niet die souvenirs tegen zoals je ze bijvoorbeeld aantreft in Normandië als het gaat om de juni 1944. Nou, een van de donkerste plaatsen ter wereld. Ik ben 2 keer in Auschwitz geweest. De eerste keer in de 70e jaren. Toen liepen wij daar met z'n tweeën. En toen vond ik het een verschrikkelijke plek. Ik was er in de winter. En ik zei, ik ga hier nooit meer terug. Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Staan denk. En 2 jaar geleden ben ik terug geweest in de zomer. En toen was het vol met toeristen. En toen maakte dat een hele andere indruk. Maar toch zou ik zeggen, van, het is wel een plek die je een keer gezien moet hebben om je te realiseren wat voor impact die Holocaust heeft gehad. En ook maar al om te laten zien dat het allemaal echt gebeurd is. Goed, als we praten over dark tourism. Er zijn heel veel vragen. Ik heb er al een beetje aan gerefereerd. Maar kun je eigenlijk wel praten van toeristische attracties? In sommige gevallen wel, denk ik, als zodanig gemanaged worden. Maar dan moet je ook inderdaad overtuigd zijn van dat het management aanwezig is. Is er sprake van commercie of commodificatie? Nou, we hebben dat op een paar plekken gezien. En zodra je het voor de bezoeker toegankelijk gaat maken, ben je al bezig met commodificatie. En veel plekken verkopen souvenirs of andere dingen. En dan kun je ook wel zeggen van er is sprake van commercie. En het gaat dan niet alleen om het verkopen van souvenirs, maar ook het aanbieden van gidsendiensten, et cetera, et cetera. Het verwijzen naar hotels in de buurt, ontstaat er een aardige industrie omheen. Andere interessante vraag, dat verschilt per locatie, wie zijn de bezoekers? Wie gaat naar bepaalde plaatsen toe en daaruit meteen de volgende vraag afgeleid? En wat is hun motivatie? En daar kom je hele bijzondere dingen tegen. Ik zal daar straks ook wel even een voorbeeld van geven.
De laatste vraag, en het is zeker niet de laatste vraag die men zich überhaupt kan stellen als het gaat om dark tourism, is natuurlijk de vraag of dat bezoek wel ethisch verantwoord is. Maar ik denk dat dat vooral een vraag is die de individuele bezoeker zelf kan beantwoorden. Als je motieven zuiver zijn, als je gaat omdat je rouw wilt betuigen, als je gaat omdat je eerbied wilt betuigen, ja, dan kan dat allemaal ethisch verantwoord zijn. Maar als je alleen maar gaat om selfies te maken voor je bucketlist, dan is dat natuurlijk toch een ander verhaal. En hoe moet je daar dan als organisatie, als locatie mee omgaan? Nou, dat het een industrie is, dat het een toeristische attractie is, dat mogen duidelijk zijn. Hier zien we een groep Engelse schoolkinderen. Die zijn op bezoek bij Tyne Cot. Dat is een van de grootste begraafplaatsen van het Engelse leger uit de Eerste Wereldoorlog. En daar is ook een gidsje afgebeeld van Major en Mrs. Holt. Hij is het oudste bedrijf in Engeland dat reizen organiseert naar slagvelden. En niet alleen naar België, naar Vlaanderen, maar inmiddels ook naar Italië, naar Ethiopië, naar Vietnam. Nou, noem het maar op. Het is echt een business geworden. En zoals ik al zei, ten tijde van de 75-jarige herdenking van de Battle of Normandy, was er geen hotelkamer meer te krijgen. En Mr. of Major Holt, moet ik zeggen, die had iets van 8000 kamers gereserveerd. Dus battlefield tours, die kom je met name in Engeland tegen. Maar ook in Nederland zijn er organisaties die reizen aanbieden naar dit soort slagvelden. Dus ja, het is of kan een toeristisch product zijn. Hoe gaat het met het management? Ja, dit is een bekende rij voor degene die in Amsterdam woont. Tot een enkel, is het, anderhalf jaar geleden. Dit is de rij van bezoekers voor het Anne Frankhuis. Het Anne Frankhuis, ik zeg dat even nadrukkelijk erbij, beschouwt zichzelf niet als een dark tourism attractie. Ze beschouwen zichzelf als een, ja, als een plaats van herinnering, als een plaats van herdenking. Maar ja, het is natuurlijk wel een plaats waar ellende heeft plaatsgevonden. Anne Frank heeft daar nog lange tijd verborgen gezeten met haar familie en is eindelijk toch op transport gesteld en vermoord in de kampen. Dus het is een plek die met lijden te maken heeft. Wat mij betreft dus wel een verband met dark tourism. Maar als je nu eens kijkt naar die bezoekers en je gaat met die bezoekers praten. Allereerst kun je zeggen dat er sprake is van management vanuit het Anne Frankhuis om die bezoekers in geordende rijen het huis te laten bezoeken. Ook om verschillende toegangstijden, verschillende toegangskaarten aan te bieden. Als het zomer is en het is heel erg warm, dan komen de medewerkers van het Anne Frankhuis naar buiten met kleine flesjes water voor de mensen. En in de winter bieden ze zelfs warme chocolademelk aan. Nou, ik vind dat topmanagement, kan niet anders zeggen. Hoe zit het nou met de mensen zelf? Nou, er zijn heel veel mensen die gaan er naartoe omdat ze het boek van Anne Frank gelezen hebben. Dat staat als een paal boven water. Die zijn bekend met de geschiedenis of die hebben belangstelling voor alles wat met de Holocaust te maken heeft. En Anne Frank is inderdaad een naam die wereldwijd bekend is. Het boek is, ik weet niet in hoeveel talen vertaald. Maar er zijn ook mensen die komen omdat ze de film gezien hebben. Of de musical. En dat is dan al een beetje anders in mijn beleving. We hebben ook mensen gesproken die zeiden van ja, er stond een rij. Dus ze waren nieuwsgierig wat er eigenlijk te zien was. En we zijn toen maar aangesloten, omdat het een belangrijke attractie was in Amsterdam. Er zijn mensen met het bucketlist idee weer. Het staat in de Lonely Planet dat je dit bezocht moet hebben in Amsterdam. Dus gaan ze erheen. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, we zochten iets wat binnen was. Want het was rotter in Amsterdam en we zijn toen maar hier terecht gekomen. Dus die motivatie is vaak heel, heel erg uiteenlopend. En ik kan me voorstellen dat iemand met een Joodse achtergrond, met Israëlische wortels, daar toch heel anders naar kijkt dan iemand die dat niet heeft. Dus die motivatie verschilt per persoon. En soms zijn er zelfs verschillende motivaties tegelijkertijd. Nou, commodificatie en commercialisering. Nog even een paar prachtige voorbeelden van souvenirs die worden aangeboden in de buurt van Waterloo. Voor 8 euro's heeft u een replica, kleine replica van een kanon waarmee op Napoleon is geschoten. En voor een paar euro's meer heeft u zelfs een echte buste, een echt beeldje van Napoleon in prachtige kleuren. Nou, het is natuurlijk eigenlijk kitsch, het is natuurlijk een beetje flauwekul. Maar het geeft wel aan dat de toeristische branche er toch brood in ziet. Dus er is wel een aardige commercie bij heel veel van deze locaties aanwezig. Ik ga even voor Napoleon staan. Nou, arbeid mag vrij. Nogmaals, natuurlijk de vraag van, is het ethisch verantwoord om naar sommige van deze plaatsen te gaan? Wederom Auschwitz. Je ziet hier een aantal jongens die de vlag van Israël laten zien. Bij mijn laatste bezoek liepen er erg veel Israëli's rond in Auschwitz. En sommige daarvan die liepen rond in uniform. Dat waren scholieren die een soort van pre-militaire training doen. En de meeste scholieren in Israël die gaan op kosten van de regering eens in hun leven naar de vernietigingskampen. En Auschwitz wordt dan vooral bezocht. Wat mij opviel bij deze mannen
was dat ze zo vrolijk waren. En ik heb ze aangesproken. Ik zeg van, nou, hoe is dat voor jullie om hier te zijn? En jullie maken zo'n, ja, ergens een vrolijke indruk. Alsof jullie happy zijn. En ze zeiden van, ja, maar wij zijn ook erg gelukkig. We zijn happy, want wij kunnen door hier te zijn laten zien dat het Joodse volk niet uitgestorven is. Dat we niet vernietigd zijn. Dus we lopen hier met heel veel trots rond dat we er nog zijn. Nou, als je dan denkt over motivatie en over de bezoekersredenen, zie je dat er heel veel verschillende redenen zijn voor mensen om daar naartoe te gaan. Nou, is het ethisch verantwoord? De vraag is eerder gesteld, net ook al. Ik laat het even aan de andere kant, dan is het plaatje wat beter te zien. Dit is het monument van de Holocaust in Berlijn. Een monument dat opgericht is, allemaal hele grote basaltblokken. Ja, en daar zie je toch heel veel toeristen allerlei capriolen uithalen om zo leuk mogelijk op de foto te komen en daar selfies van te maken. Ik vind dat persoonlijk niet zo ethisch verantwoord. Maar ik snap ook wel dat als je daar met kinderen bent en dat die kinderen erop klimmen, dat het dan lastig wordt om ze iedere keer terug te halen. Ik denk dat heel veel mensen dit soort dingen doen omdat ze niet precies weten waar dit monument voor staat. Die grote basaltblokken zijn stuk voor stuk verwijzingen naar Joodse graven. Dat is de traditionele manier van Joodse begraven, grote stenen daarop, vaak nog wat kleine steentjes ter herinnering. Als je een mooie Joodse begraafplaats in Nederland zou willen bezoeken, dan is er eentje in Oude Kerk aan de Amstel. Dat is ook een van de oudste ter wereld. Dus ook door Ruisdael ooit in de 17e eeuw vereeuwigd op een schilderij. Nou, het dergelijk gedrag, het maken van dit soort foto's van kijk mij is leuk bezig zijn op die stenen. Ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben wat het betekent. En wat dat dus ook betekent voor andere mensen die dit soort foto's onder ogen krijgen. Nou, tenslotte. Dark tourism is niet alleen een westers fenomeen. Ik heb al een paar voorbeelden genoemd. Dit is een opname uit Varanasi in India. Grote stad aan de Ganges, vroeger bekend als Benares. En dit is de plek waar je heen wilt gaan als je als hindoe gecremeerd wilt worden. Dit is de meest heilige plek voor hindoes om gecremeerd te worden. Want je as wordt meteen in Moeder Ganga, in de Gangesrivier, uitgestrooid. Dat is alleen mogelijk voor de mensen die dat kunnen betalen. Mensen die te weinig geld hebben, die worden niet gecremeerd, maar daarvan gaat het lijk direct de Ganges in. Er zijn zelfs hotels in Varanasi die cateren voor mensen die doodgaan. Dat wil zeggen, als je voelt dat je doodgaat, zoals hindoe, dan kun je vast een kamer boeken om daar dood te gaan, dat hotel. Zodat je meteen in Varanasi bent en dat je familie ervoor kan zorgen dat je op de goede manier gecremeerd wordt. Nou, in reisgidsen voor India wordt deze plaats eigenlijk maar met één ding in verband gebracht. En dat zijn die crematie van de hindoes, de crematierituelen. Je kunt er tussendoor lopen, je kunt er gegidst worden, je mag er geen foto's nemen. Maar je kunt ook een klein bootje huren, want ze over de rivier de Ganges gaan varen. En dan kun je natuurlijk eventueel wel wat foto's maken als je dat al zou willen. Maar je ziet dus echt ook lijken en delen van lijken die verbrand zijn. En af en toe, als je met het varen bent, dan zie je nog wel eens een lijk voorbij drijven. Nou, ik vind dit een redelijk dark vorm van toerisme. En ook al heb ik me er zelf aan deelgenomen, ook vanwege de nieuwsgierigheid vooral die daarbij een rol speelde. Ander verhaal speelt zich af in Sulawesi. Sulawesi, een van de grote Indonesische eilanden. Daar bevindt zich een cultuur. Dat is de cultuur van de Torajas. In het land van de Torajas of Tana Toraja. Als je in het zuiden van Sulawesi aankomt, is dat een paar honderd kilometer rijden naar het noorden. En deze cultuur is deels christelijk en deels animistisch. En men vereert de voorouders. En dat doet men op een hele bijzondere wijze. Als er iemand in het dorp overlijdt, bewaart men de doden net zo lang thuis, totdat alle familieleden en alle kennissen aanwezig kunnen zijn bij de begrafenisrituelen. En dat kan wel eens een jaar duren. In de tussentijd wordt de doden volgestopt met formaldehyde. Dat is ook het spul wat preparateurs gebruiken om dieren op te zetten. En wordt de doden thuis in de slaapkamer bewaard. Het kan dus zo zijn dat als je bij mensen binnenkomt, dat daar een dode al enkele maanden in huis ligt. Nou, op het moment dat de hele familie en alle kennissen bij elkaar zijn gekomen, wordt er een datum geprikt. Worden de offerdieren uitgezocht. Er worden soms wel honderden buffels en varkens geslacht. Het vlees daarvan wordt verdeeld over de bezoekers. En iedereen is welkom. Ook als toerist ben je uitgesproken welkom. Want men zegt, hoe meer zielen aanwezig zijn, hoe beter dat is voor de overledenen. Nou, als het slachten achter de rug is, dan wordt het lijk in een kist gestopt. De kist wordt boven in die rotswand, zoals je ziet, in die vierkante hokjes, achter een houten deurtje gestopt. En men maakt een pop van de overledene. Die is ongeveer een halve meter hoog, misschien iets meer. En deze touwtouw, deze pop, die is dan gekleed in kledingstukken die gemaakt zijn van de kledingstukken van de overledene. En als je zoals ik brildrager bent, dan krijgt zo'n touwtouw ook een brilletje op.
Die worden dan ook in diezelfde rotswand op dit balkonnetje geplaatst. En die moeten dan zorgen voor de bescherming van de zielen van de inwoners van het dorp. Nou, ik vind het een prachtig verhaal. Maar ik vind het ook weer een goed voorbeeld van een toeristische attractie. Die met name in dit gedeelte van het eiland wordt aangeboden. En de mensen die daar naartoe gaan, die gaan echt ook alleen vanwege deze vanwege deze dark tourism attractie. Vanwege deze rituelen. Ik heb zelf onderzoek gedaan op de locatie. En ik heb niet zo heel veel mensen kunnen spreken, maar een stuk of 30. Maar iedereen was ter plaatse omdat ze deze rituelen wilden zien. En omdat ze deze omgang met de dood een keer wilden meemaken. Ook een andere plaats in Azië is Cambodja. Dit zijn de zogenaamde killing fields. Het bord zegt genoeg. Hè? Killing tree against which executioners beat children. Kinderen werden doodgeslagen door het toenmalige Rode Khmer-regime van Pol Pot in de 70er jaren. Niet alleen kinderen werden doorgeslagen, men schat dat ongeveer 2 miljoen Cambodjanen door hun eigen leiders zijn vermoord. Rechtszaken spelen tot op de dag van vandaag trouwens. En omdat men geen kogels wilde verspillen, sloeg men de mensen dood met hout of sloeg men ze met een schedel tegen de boom. Als je deze plek rondloopt, die als killing field ook wordt aangeboden als excursie, dan zie je af en toe nog wat resten van kleding en soms zelfs van botten liggen. Als je ooit in Phnom Penh bent, de hoofdstad van Cambodja, dan zul je zien dat er eigenlijk 3 excursies worden aangeboden. Eentje naar de killing fields, dark tourism. Eentje naar het Koninklijk Paleis. Dat is duidelijk van een andere orde. En de derde gaat naar Chung Chi of Tal Slong. En Tal Slong, dat is een voormalige school die als gevangenis werd gebruikt door het Pol Pot-regime. En ook daar zie je dan de plekken waar mensen gevangen werden gehouden, waar ze gemarteld werden. En ook afbeeldingen van de vele slachtoffers. Dus ook deze vorm van dark tourism kom je in Azië tegen. Ja, en nu een prijs. Ik geef een paar persoonlijke favorieten. Er zijn ontzettend veel locaties. Ik denk dat jullie dat inmiddels al hebben gemerkt. Waar je naartoe zou kunnen gaan om iets te weten te kunnen komen over dark tourism. Of eens een paar fenomenen van het dark tourism te bewonderen. Ik blijf een beetje dicht bij huis. Ik heb wat locaties uitgezocht in Amsterdam, elders in Nederland, elders in de wereld ook. Maar er zijn wel duizenden locaties te bedenken. Dus ik kan echt niet alles noemen. Maar een paar persoonlijke favorieten wil ik toch geven. Dat is allereerst de Zorgvliet. Zorgvliet is zeg maar op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Daar liggen redelijk veel bekende Nederlanders begraven. Joop Doderer, beter bekend als Zwiebertje. Ramses Shaffi ligt daar begraven. Maar ook Herman Brood bijvoorbeeld. Het is echt een begraafplaats met een hoog BN-gehalte, om het zo maar eens te zeggen. Maar het is ook een hele mooie traditionele begraafplaats met graven uit de 19e eeuw. En er worden daar ook rondleidingen verzorgd voor kleine groepen. Door mensen die echt precies weten waar ieder graf te vinden is en de verhalen kunnen vertellen. Vergelijkbare begraafplaatsen. Eik en Duin bijvoorbeeld bij Den Haag. Ik zou zeker ook de Nieuwe Ooster bij Amsterdam willen noemen. Waar ook heel veel bekende mensen begraven liggen. Daar ligt een van de mooiste grafmonumenten van Nederland. Van Helene Schwartze, een schilderes uit de 19e eeuw. En ook Wally Tax, de bekende zanger van de Outsiders, is daar begraven met een gitaar bovenop zijn monument. Er zijn heel veel van dit soort plekken in Nederland die de moeite waard zijn om dus te bezoeken. En er zijn heel veel goede boeken ook geschreven waarin informatie te vinden is. En er is ook een website met informatie over bekende Nederlanders en begraafplaatsen in Nederland. Ja, en de andere orde is eigenlijk deze kleine begraafplaats in het plaatsje Wievert in Friesland. Een van de weinige plaatsen in Nederland waar mummies gevonden zijn en waar mummies bewaard zijn gebleven. Die liggen in de kelder van deze kerk. Je moet wel zorgen dat je je afspraakje goed plant, want dat is niet iets waar je even met een bus ieder moment van de dag naartoe kunt gaan. Maar wel een hele bijzondere plek. Deze lijken die zijn uitgedroogd, er is geen zuurstof bijgekomen. En je vindt ook van dit soort graven in Italië bijvoorbeeld, in Sicilië, in de hoofdstad Palermo. Even daarbuiten zijn ook een aantal van dit soort grafkelders te vinden waarin de gelovigen bewaard zijn gebleven. Dus dat even een paar voorbeelden. Guido zei net al van, en Delft hoort er ook bij. Ik zeg, ja, Delft hoort er ook bij, waar Willem van Oranje is doodgeschoten en waar je nog steeds de kogelgaten in de muur van het Prinsenhof kunt vinden. Een van mijn persoonlijke favorieten als het gaat om begraafplaatsen. Ik zal even opzij gaan, dan is de naam goed te lezen. Dat is Staglieno. Staglieno ligt in Genua, in Italië. En dat is volgens de Italianen een cimitero monumentale. Nou, dat geeft eigenlijk al aan. Een monumental cemetery. Dus een plek met heel veel monumenten. Het bijzondere aan Staglieno is dat de beelden die zijn gemaakt, die zijn allemaal levensgroot.
En ze zijn niet alleen levensgroot, maar ze zijn soms ook levensecht. Ik heb daar zelf op een beetje druilerige middag rondgelopen. En af en toe had ik het idee dat er echt iemand stond of iemand zat. En dat bleek dan toch een beeld te zijn. En dat is een een beetje vreemde gewaarwording, om het zo maar eens te zeggen. Er staan zoveel beelden. Ze zijn van zo'n mooie kwaliteit in marmer. Dat Mark Twain, die op bezoek was in Europa in de 19e eeuw, zei van... Je kunt eigenlijk beter naar Stagliano gaan om mooie beelden te zien dan naar het Louvre. Nou, ik weet niet of ik het daarmee eens moet zijn, maar het is inderdaad een spectaculaire begraafplaats om te zien. Het is ook een begraafplaats waar je begrip krijgt voor van de elite. Het waren natuurlijk rijke mensen die zich hier lieten begraven, die toen de tijd in Genua leefden. En ze vertellen ook iets over hun manier van leven en wat ze deden. Er is bijvoorbeeld een mooi beeld bekend, dat is ook levensgroot. Klein vrouwtje, kwam bij mij ongeveer tot hier. En zij was pindaverkoopster op de markt in Genua. En heeft zoveel pinda's gekocht en zoveel geld gespaard. Want ze had maar één ideaal in het leven. Dat was bij haar dood. Wilde ze ook een mooi beeld hebben op de begraafplaats. Nou, dat is haar gelukt. Ook levensecht, hè? En ook weer met een mooi verhaal erbij. Andere plek om even te laten zien is in Barcelona. Dit is het Lijkkoetsenmuseum in Barcelona. Daar staan Berliners en hoe ze ook allemaal maar mogen heten. Die gebruikt werden door rijke, ik ga geen Spanjaarden zeggen, door rijke Catalanen, enkele keren ook een Spanjaard, die naar de begraafplaatsen rondom en in Barcelona werden gereden. Het is het enige museum van deze aard, dus eigenlijk wel heel bijzonder om daar eens een keer naartoe te gaan, omdat die koetsen ook inderdaad al zo mooi bewaard zijn gebleven, mooi gerestaureerd. Het museum is een aantal jaren geleden verplaatst. Het bevond zich, dat was heel vreemd, de eerste keer dat ik daar kwam, in de kelder van een uitvaartorganisatie. Dat was heel duister en dan ging je met de lift naar beneden en dan werd er een lichtje aangedaan door de bewaker. Ja, eigenlijk was het een museum waar je nooit zou terechtkomen. Inmiddels hebben ze het verplaatst en heeft het een nieuwe locatie gekregen op de berg Montjuïc. En daar is ook een van de grootste begraafplaatsen van Barcelona te vinden. En ook die is een moeite van een bezoekje zeker waard vanwege zijn architectuur en vanwege zijn beeldhouwwerk. Een andere favoriet, een andere aanrader. Zijn de catacomben van Parijs. Een wat bijzondere plek, al eerder genoemd, een plek waar je echt kunt griezelen. Hier liggen miljoenen Fransen, vooral Parijzenaren, begraven. En eigenlijk moet ik zeggen, ze zijn herbegraven. Want de skeletten en schedels die je hier vindt, die komen oorspronkelijk uit een andere begraafplaats vandaan. Des Innocents. En niet alleen Des Innocents is opgegraven, maar van andere begraafplaatsen in Frankrijk ook. En ze hebben al die skeletten en al deze beenderen ondergebracht in de voormalige steengroeven van Parijs. Je gaat daar ook met een trap heel diep naar beneden. Ik geloof op een gegeven moment zit je wel 30 meter onder de grond. En dan staat er een grote poort en daar staat boven: hier betreedt u het Rijk van de Dood. Nou, ik vind het redelijke dark touristisch allemaal overkomen. En het wordt ook als zodanig en als toeristische attractie geëxploiteerd. Als je naar buiten gaat, kijken ze nog wel of je niet stiekem iets heeft meegenomen. Dat was wel heel grappig om te zien. Bij de uitgang lagen een paar schedels en wat botten. Ik zeg, moeten die niet bij de rest van de verzameling? Nee, die hebben we in beslag genomen van bezoekers. Die dachten dat ze daarmee wegkwamen. Nou, dat moet je natuurlijk niet doen. Als we praten over schedels, is Kutná Hora in Tsjechië ook een aanrader. Daar bevindt zich in het plaatsje Setlice een grote kerk. En die is helemaal versierd met de schedels en de beenderen van de monniken die daar in de 17e en 18e eeuw woonden. Er was geen plaats om ze te begraven. En men heeft een lokale kunstenaar aan het werk gezet. Om iets creatiefs te doen met de knoken en met de schedels. En dat is zeker gelukt. Het is een plek die heel veel bezoekers trekt in Tsjechië. Ja, en wat dichter bij huis weer. Ik zou ook een bezoek aan Belfast, aan Noord-Ierland, aan kunnen bevelen. Dit gaat natuurlijk om een recenter conflict. Dat volgens mij nog steeds niet echt helemaal afgelopen is. Het speelt weer op sinds de Brexit. Gaan we bij Ierland horen of blijven we als Noord-Ierland onderdeel van het Engelse Koninkrijk. In heel veel plekken in Belfast zijn directe verwijzingen naar, zoals de Engelsen dat noemen, de Troubles. Wat mij betreft een beetje een eufemisme voor deze tijd. Daar zie je bijvoorbeeld plekken waar nog kogelgaten in de muur zitten of staan kleine gedenktekens voor mensen die vermoord zijn. De protestantse en de katholieke wijk zijn nog steeds gescheiden door een groot hek. Over de tuinen zijn netten gespannen, zodat men geen molotovcocktails en granaten kan gooien en dergelijke. En het leeft nog steeds. Als je met een lokale gids daar rondrijdt, dan kan die bijvoorbeeld iets zeggen als dan, ja, mijn broer en mijn ooms, die zijn ook allemaal doodgegaan. Die zijn allemaal neergeschoten.
En als het zover is, pak ik ook de wapens meteen weer op. Dus het leeft nog heel erg. Die schilderingen zijn de moeite waard. Misschien niet vanwege hun artisticiteit, maar wel vanwege het verhaal wat ze vertellen over die tijd van de strijd van de IRA. En natuurlijk hun tegenstanders van de protestantse vrijwilligersorganisatie. Dit is trouwens Bobby Sands, de man die lange tijd in hongerstaking is geweest in celblok H, zoals dat werd genoemd. Ja, wat is verder weg? In Peru, als we naar Zuid-Amerika op reis gaan, ook daar zijn mummies gevonden. Dit is de ijsprinses. Die wordt in een gekoelde ruimte in een van de musea van Cusco bewaard. Een lijk dat vrij kwam nadat er een gletsjer was gesmolten. En men denkt dat hier sprake is geweest van een mensenoffer. Nou, je loopt dus echt een koelcel in. En dan in die koelcel ligt nog een andere koelcel. En daarin kun je dan dat lijk zien. En zeker gezien de uitdrukking van het gezicht is het toch wel een wat nare ervaring. Ook wat verder weg is natuurlijk Tsjernobyl. Ik denk ook weer een heel goed voorbeeld van wat Lennon en Foley zeiden. Hè? We denken dat we alles onder controle hebben. Dat we kunnen omgaan met nucleaire energie, et cetera. Nou ja, boem, ongeluk. En het is nog steeds niet helemaal opgelost. Nou, toch zie je dat je vanuit Kiev excursies kunt maken. Die neem je mee naar Tsjernobyl. Dan krijg je ook een Geiger-teller mee. Zodat je kunt controleren hoe radioactief de omgeving is. Ik heb deze tour zelf niet gedaan. En om eerlijk te zijn weet ik ook niet of ik het durf. Want de omgeving is nog steeds radioactief. Maar ja, er worden tours georganiseerd. Soms zegt de lokale regering van nu even niet. Want het stralingsgevaar is te groot. En daarna beginnen ze weer met het aanbieden van de tours. En je ziet, er worden ook souvenirs verkocht. Dus hier is zowel de commercialisering als de commodificatie full swing bezig als het gaat om dark tourism. En ik zou niet weten hoe ik deze vorm van toerisme anders zou moeten noemen. Nog een plek in Amerika. Dit is Alcatraz. Waarschijnlijk een van de bekendste gevangenissen in de wereld. En zeker in de VS. Ook heel bekend vanwege de films die daar gemaakt zijn. Ontsnappingen van Alcatraz. Dat is niet altijd zo eenvoudig geweest. De Birdman of Alcatraz. Een plek die eigenlijk al heel lang gesloten is als gevangenis. En eigenlijk nu alleen nog maar als toeristische attractie vanuit San Francisco wordt aangeboden. Je gaat erheen met de boot. Je krijgt een rondleiding van oud-bewakers. Voor zover die er nog zijn. En krijgt ook een beeld van het strafsysteem in Amerika. Nog recenter het monument voor Ground Zero. Toen de Twin Towers eenmaal waren ingestort en de rommel allemaal was verwijderd. De lichamen waren geborgen. Is men gaan nadenken over een monument voor 9-11. En dat is deze vijver. Met de namen van eigenlijk alle mensen die bij deze aanslag zijn omgekomen erin gebeiteld. Toen de Twin Towers er nog stonden, kwamen daar wel bezoekers. Maar het aantal bezoekers aan Ground Zero is vele malen groter dan ooit het aantal bezoekers van de Twin Towers is geweest. En natuurlijk is dit ook weer zo'n ramp die tot de verbeelding spreekt. En dit is ook weer die korte tijdspanne waar Stone het over heeft. De meeste van ons kunnen zich nog wel herinneren waar ze waren toen die beelden op tv werden uitgezonden. En in New York heeft natuurlijk direct na de aanslag toerisme lange tijd echt volledig stilgelegen. Maar na een maand of zes kwam dat weer op. En eigenlijk is het de stroom toerisme naar deze locatie alleen maar groter geworden. Ja, een bijzondere plek in dark tourism. En ik weet eigenlijk niet of die daar thuis hoort. Is Aokigahara Forest. Het Aokigahara Bos in Japan. Je komt dit wel tegen als je onderzoek doet naar dark tourism. Er is natuurlijk ook op Netflix een tv-serie geweest. Een halve documentaire van I Am a Dark Tourist. Daar komen ook een aantal van dit soort plekken in voor. Ik zou zeggen, kijk die Netflix-documentaire in ieder geval. Want het is interessant als je dit onderwerp interessant vindt. Dit is een plek waar ik een discussie over heb gehad met een van mijn studenten. Er zijn inmiddels zo'n dikke 30, 40 studenten afgestudeerd op het onderwerp dark tourism. Of locaties die daarmee te maken hebben. En er was één student die zei van, ik wil graag hierop afstuderen. Dat is een plek in Japan waar mensen naartoe gaan om zelfmoord te plegen. Daar trek ik even de streep. Ik vond het niet ethisch verantwoord. Ik heb in de tussentijd ook nog filmpjes van dit bos bekeken. Van mensen die daar wel heen gingen. Ook als toerist. Om te kijken of ze nog lijken konden vinden. Er lopen ook mensen die op zoek zijn naar vermiste familieleden. Je komt er restanten tegen van kleding. Van mensen die te lang geleden daar zelfmoord hebben gepleegd. Ik vind dat gewoon ethisch niet verantwoord om daar toeristische attractie van te maken. En dus heb ik tegen mijn studenten ook gezegd van nee, dit gaat hem niet worden. Het is allemaal wel griezelig en dergelijke. En er is genoeg ellende en dood en verderf. Maar dit is niet ethisch verantwoord.
om mee te nemen in dit verhaal. Mocht je belangstelling hebben, er zijn filmpjes op YouTube van te vinden. Nou, om af te ronden, misschien denk je van, ik wil eigenlijk wel eens een dark tourism vakantie gaan boeken. Dan heb ik één tip voor jullie. In Litouwen bevindt zich een voormalige KGB-gevangenis. Dat is Karosta Prison. En daar kan je, de laatste keer dat ik heb gekeken, voor ongeveer €14, zonder ontbijt natuurlijk, overnachten. En dan word je binnengelaten door zo'n KGB-officier, of een zogenaamde KGB-officier. Dit is dan de overnachting die je krijgt aangeboden. Een dun matrasje in een cel, die je ook nog moet delen met mensen. En als je echt stout bent, of echt opstandig, dan kun je ook nog straf krijgen. En dan kan er zo'n bewaker naar je toe komen en zeggen van, ga jij maar even de doucheputje schoonmaken met een tandenborstel. Allemaal om dat authentieke gevoel zoveel mogelijk te waarborgen. Dus misschien is dit een tip voor de vakantie. Polen is inmiddels weer op groen gezet. Litouwen nog niet, maar dat zal binnenkort wel gaan gebeuren. Nou, mijn laatste dia gaat over de Titanic. Dit is het nieuwe Titanic Museum, dat een paar jaar geleden is geopend in Belfast. Daar bevindt zich ook de werf waar de Titanic is gebouwd. Dus wat dat betreft is het wel een plek waar je de verbinding met dit schip kunt leggen. Het schip zelf is er niet, dat is duidelijk. Maar men heeft wel heel veel voorwerpen uit het vak naar boven gehaald. Men heeft ook bepaalde hutten en het restaurant en zalen nagebouwd. Dus je kunt hier wel terecht voor een stuk Titanic-beleving. En ik moet zeggen, met name na 2012 is dit museum een van de populairste attracties van Belfast geworden. He, dus er wordt nog steeds geld verdiend, he, met een ramp van inmiddels meer dan 100 jaar geleden. En er is dus duidelijk ook nog belangstelling voor. Het is niet het enige Titanic Museum in de wereld. Er is er nog één, ergens in de Verenigde Staten. Die beschikt ook over een aantal originele voorwerpen van de Titanic. Maar het spectaculaire is, die hebben ook de ijsberg nagebouwd. Waartegen het museum is gevleid. Nou, je ziet het, aan wilde ideeën geen gebrek als het gaat om inventiviteit. Ik wil jullie danken voor jullie belangstelling. Ik hoop dat jullie het een leuke presentatie vonden. Dat ik iets al opgestoken heb. Misschien geïnspireerd bent om ergens naartoe te gaan. Of misschien wat meer anders rond te kijken op begraafplaatsen. Vragen zijn welkom. We hebben er al eentje beantwoord. Ik vraag even aan Marga of er nog andere vragen zijn. Dan wil ik ze graag. Nee, wel bedanktjes voor je boeiende lezing. Nou, dankjewel. Nou, ik bedank jullie nogmaals voor jullie aandacht. Ik hoop dat dit het begin is van een mooie serie van Uit in Holland, dat we ook andere mensen het podium kunnen geven die iets te vertellen hebben. Zoals eerder aangegeven, ik denk dat er heel veel kennis is bij heel veel collega's en oud-collega's. Als je een leuk verhaal hebt, laat het ons weten. Dan is dat misschien toch mooi om te delen met andere oud-medewerkers. Bedankt en tot ziens. Even netjes afsluiten. Karel, hartelijk bedankt. Ik heb ervan genoten. Het onderwerp interesseerde me wel, maar ik wist niet dat het zo ontzettend groot was. En als ik wil reizen, kan ik ook nog heel dichtbij, toch ook nog eens naar Wally Tax. Want dat wist ik niet, dat die in Amsterdam lag. We wensen jullie allemaal een hele fijne zomer. Bedankt voor het kijken. We gaan proberen om dit soort filmpjes beschikbaar te houden. Misschien via een eigen YouTube-kanaal. Dan moeten we nog even zien hoe dat kan gaan. Ik sta niet helemaal in beeld. Zo. Nee. En voor nu, tot ziens. We hopen gauw. Bye-bye. Tante Annie. Ja, nog meer bedankjes.